Ik ga jullie niet langer in spanning houden. Het gouden kalf voor beste kostuumdesign 2021 gaat naar... Margriet Procé! Margriet Procé! Beste kostuumdesign! Ja, ja. 2021! Gefeliciteerd! Ik sta echt veel liever achter in de kamer. Maar nu even niet, Margriet. Nee. Nou even niet. Okay. Probeer hem. Ik ben echt een heel groot bewonderaar van mijn collega Manon. En een eer dat het kalf mijn kant op is gekomen. En wat goed dat er sinds vorig jaar een kalf is voor kostuumdesign. Want we hebben een magisch vak. Het moment dat er een acteur in die schoen stapt... van zijn of haar karakter en transformeert. Zigeuners zijn. We verplaatsen ons van locatie naar locatie. We zeulen alles mee. Kostuumrails, printers, waterkokers en wasmachines. Voor de Slag om de Schelde hadden we een leegstaande school in Middelburg. Vrachtwagens vol met uniformen. Dank Hero en Leon Koopman. En Burgerkleding Theater Kunst Berlijn. Laden we daaruit. En vandaar vertrokken we naar de locaties die Hubert zo prachtig heeft vormgegeven. Maar dit kalf stelt echt helemaal niks voor zonder mijn team. Sanne, ik ben mijn rechterhand. Als ik rood denk, denk jij dat ook. En als we op zoek zijn naar dat ene stofje, pakken we dezelfde rol. Lieve Sanne, dit kalf is ook voor jou. Dit kalf is ook van Fran, Brit, Esther. Ik moet even zwaaien naar Polen, want daar zitten ze. Sue, Jeroen, dank. Bloed, zweet en modder tot in onze oren. Het woord patineren kreeg een nieuwe betekenis. En ook onze regisseur kreeg er een extra spuitbus bij om mee te doen. Marjolijna, Jeanette, Marloes, Katrien, Roxanne, Annemijke, Bob, Nicole, Stefanie, Nikki en Ton. Jullie hebben allemaal zo verschrikkelijk hard gewerkt. Dank aan mijn twee coupeuses, Marja en Peggy. Dank aan Monika, mijn Litouwse supervisor en haar crew. Dank John voor je prachtige historische brillen. Dank Roel voor precies de goede periodehorloges. Lieve Ellen, dank je dat ik aan deze waanzinnig mooie film mocht werken. En Matthijs, voor je vertrouwen. Paula, voor het prachtige verhaal wat ik mede vorm heb mogen geven. En de rest van de cast en crew. Super. Dank aan mijn lieve moeder die me ooit haar naaimachine toevertrouwde. En mijn lieve vader zijn organisatietalent. En dank aan mijn lieve Rits en lieve Luca. Jullie chef het maar mooi als ik weken van huis ben. Ik hou van jullie. Dank voor alle steun en liefde. Love you. Beste kostuumdesign, Margriet Procé. Mooi gesproken. Gefeliciteerd.